De DJI Spark is een hele leuke drone. We hebben er al heel wat vlieguurtjes op zitten met de Spark. En als ook jij hem overal mee naartoe neemt, dan is het misschien wel handig om op zoek te gaan naar een goed koffertje. Een koffertje waar je alles wat je nodig hebt in kwijt kunt, maar ook eentje die toch zo klein mogelijk is. Kijk dan eens naar deze optie. Dit is de Compact Carry Case voor de DJI Spark van het Duitse MC Cases. Precies wat we zoeken, want hij is inderdaad klein, maar praktisch onverwoestbaar. En ook stof- en waterdicht met IP67 certificering. Hoe klein is dan klein? De afmetingen van deze Compact Carry Case voor de DJI Spark zijn 25,8 bij 24,3 cm met een diepte van 11,8 cm. Leeggewicht van het koffertje is 1,3 kilo. Het koffertje heeft een mooi en stevig handvat, zodat je hem ook echt als een koffertje kunt dragen natuurlijk, en de boel blijft gesloten dankzij twee robuuste sluitclips. Er zit een drukventiel op, zodat de luchtdruk in de koffer op peil blijft, zodat het deksel zich niet kan vastzuigen. En als we in het koffertje kijken, dan zie je een mooie layout van gesloten celschuim. Zwart met een rode toplaag, watergesneden en stevig maar schokabsorberend foam. Het deksel is bekleed met een laagje noppenschuim en de MC Cases Compact Carry Case biedt ruimte aan het volgende. De netvoeding van de Battery Charging Hub van de Spark. Die verdwijnt mooi in het compartiment onder die van de Spark zelf. Altijd handig dat je kunt stapelen in zo'n opbergkoffer. En dan natuurlijk je DJI Spark zelf. De remote controller. En plaats voor twee extra batterijen. In je Spark kan natuurlijk ook al een batterij zitten, dus je kunt in totaal drie mee op pad nemen. Het horizontale vak hier op de voorkant is voor de Battery Charging Hub. Die schuif je er zo in. De Charging Hub heeft ook nog een netsnoer en ook die heeft een eigen compartiment. Als je reservepropellers mee wilt nemen, dan kun je een extra setje van 4 kwijt in dit vakje. Dat extra vakje is eventueel ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een USB-kabel voor het laden van de remote controller. En dat is dus de gevulde MC Cases Compact Carry Case voor de DJI Spark. Je neemt in dit koffertje dus mee je DJI Spark met bevestigde propellers, drie batterijen waarvan eentje al in de Spark, de remote controller, de Battery Charging Hub, de Charging Hub netvoeding met netsnoer, en in het reservevakje stop je dus vier reservepropellers, een USB-kabel of bijvoorbeeld extra SD-kaartjes. Eenmaal gesloten is de boel dus goed beschermd, stof- en waterdicht en je kunt het koffertje hier ook met hangsloten beveiligen. Voor ons is dit de perfecte oplossing. Alle RC-blog drones zitten in robuuste koffers als deze en deze voor de Spark is gewoon zo klein als die maar zijn kan. De koffer kan tegen een stootje, en dat is letterlijk te nemen, en dan is hij dus luchtdicht afgesloten zodat stof en water geen kans hebben en dat betekent dus ook dat hij blijft drijven. In onze vorige video heb je de grote broer van deze Compact Carry Case voor de Spark kunnen zien. Die zie je hier links. Dat is de Fly More Explorer Edition versie van MC Cases, waar ook de propeller guards voor de Spark nog in passen. En daar neem je in totaal 6 batterijen in mee in plaats van 3. En dat zorgt natuurlijk voor een iets grotere koffer. Bekijk onze vorige video voor alle details van de Fly More Explorer Edition case voor de DJI Spark. De keuze is dus simpel en het prijsverschil maar klein. Wil je meer batterijen mee en kun je niet zonder propeller guards, dan ga je voor de grotere. Zo niet, dan heb je natuurlijk het liefst het meest compacte koffertje van de twee. RCblog.nl bedankt MC Cases voor het toezenden van deze koffertjes voor onze video's. Surf naar mccases.com voor alle informatie en bekijk ook eens hun andere mogelijkheden, want het Duitse bedrijf levert koffers voor praktisch alle drones van merken als DJI, Unique en Parrot. Zoals deze flinke jongen voor de DJI Inspire 2, die we ook in een vorige video behandeld hebben. Abonneer je op ons YouTube kanaal als je op de hoogte wil blijven van al onze komende video's. Iedereen bedankt voor het kijken en we zien jullie snel weer terug op rcblog.nl.